Europlus, een van de grootste uitzendorganisaties uit de regio, heeft het idee opgepakt om een internationaal voetbaltoernooi te organiseren. Wij werken met heel veel arbeidsmigranten uit heel verschillende nationaliteiten. Er is een hot item in de gemeente Tiel, maar ook in het riviergebied. En wij willen een positieve bijdrage, want voetbal verbroedert. En daar willen wij een stukje bijdrage in geven om elkaar respect voor elkaar te krijgen door middel van voetbal. Het toernooi dat zich afspeelt op Sportpark De Lok in Tiel zal op 16 juni veel nationaliteiten herbergen. De teams komen uit Litouwen, Bulgarije, Roemenië, Polen, Slowakije en Duitsland. Europlus wil de verbinding verder bewerkstelligen tussen arbeidsmigranten en autochtone inwoners van het rivierengebied om op die manier een betere samenleving te creëren. Respect en verbroedering staan daarbij centraal. Wij hebben een verantwoording tegenover het riviergebied, dat de mensen goed worden gehuisvest, goed worden behandeld, maar ook de economische groei daarmee samenhangt. Daar kan heel het gebied van profiteren. Daar kan heel de gemeente Tiel van profiteren. En dat is een heel positief iets. We willen dat uitdragen met deze dag, met onze opdrachtgevers, leveranciers, met de bewoners van de gemeente Tiel en het riviergebied.